Jullie, goedemorgen. Het is echt de laatste dagen voor kerst. Ik zit weer braaf op kantoor. Ik had inmiddels gedacht dat mijn leven er echt wel heel anders uit zou zien met, weet ik veel, kersttulbanden, krantjes en films, glühwein op de bank. Maar nee, ik zit gewoon als een trooper nog steeds door te werken, maar dit zijn wel echt de laatste loodjes. En gelukkig ben ik niet alleen, want in ons kantoorpand zitten ook mijn lieve schat Jess en Mark. En daar ben ik nu even koffie aan het drinken, op veilige afstand. Hey Jess, hey Markie. Hey Moes. Jullie zitten ook echt zwaar coronaproef. Hey Moes. Oké, kantoorhondje. Hey, ik vind het woud. Moes be like. Hey, Moes ook op de vloer. Even een inzoomje van Moes. Hey Moesje. Hoe lief is dat sjaaltje? Heeft een hermes om. Heeft ze een hermes sjaaltje? Ja, van Nicole. Schij uit, wat geweldig. Jess voor ziet er voor ook... de volgende keer. Oh, Jess ziet er ook beeldig uit vandaag. Een typische Jess look. Van truijurk en oversized boots. Heel knap. Kijk, dit heeft Jess dus met de hand gemaakt. Glanzend van binnen, mat van buiten. Ik vind het echt mad. Ik zou hier nooit geduld voor hebben, maar ik vind het wel echt geweldig om nu een Jess original vast te hebben. Mooi in het zonnetje. Denk je van mijn werkhouding? Heel gezond. Arbo-technisch, is dat wel oké, denk je? Ja, ik denk dat je geen laptopstandaardje nodig hebt. Nou, zo denk ik er ook. Dit moeten we wel echt in het nieuwe jaar. Schermen, standaarden en upgraded bureaustoelen. Ja, eigenlijk wel. Dat is wel echt beter. Waar ben je allemaal mee bezig? Oeh. Collega. Ik allemaal bezig. Ik stoor mezelf dat ik met zoveel verschillende dingen door elkaar heen bezig ben eigenlijk. Ik heb nu eigenlijk toch nog net een nieuwe order geplaatst voor 7-8. Toch wel? Tussendoor, omdat die veel te snel opliep. Oké. En ik ben met die Vanilla-document bezig. Ondertussen betaal ik ook facturen. Top. En zorg dat er goede enveloppen aankomen bij pakketfabriek. Ik wil ook even aandacht vragen voor dit geweldige meditatiekussen. In een yin-yang. Mijn vriendin Jess, die jullie net zagen, die zit altijd voor de bank op een yogakussentje. Dus dit wordt echt haar dedicated nieuwe spot. En die kreeg ik van Florien, die een hele mooie Insta heeft waar ze veel dingen over het moederschap deelt. Maar ook deze hele leuke kussens maakt in allerlei prints en kleuren. Misschien een mooie motivatie om 's ochtends daarop te mediteren of gewoon als leuk interieurobject. Even mijn make-up en haar een beetje bijgewerkt, omdat ik gezellig even bij Nicole langs ga. Ik heb een heel mooi pakket gekregen van restaurant Vessel met hele lekkere verse ingrediënten erin. En dat ga ik samen met haar opeten en ga ik voor haar maken. Nicole is een van de weinige mensen die ik eigenlijk de hele corona nog af en toe heb gezien. Dus het is toch fijn om zo'n mini-bubbel te hebben van mensen waar je heel soms nog mee op bezoek gaat of gaat wandelen of dat soort dingen. Oh, mijn haar is echt lang geworden. Jezus. Mijn doel is dat het nog wel tot hier komt. Daarna ga ik weer kort. Kleine sidetrack. Lieve schatten, ik denk dat dit ook een mooi moment is om de nieuwe giveaway aan te kondigen. En de giveaway van vandaag is iets wat mij heel dierbaar is. Hint, hint, hint. Het is namelijk 2 items van Atelier. Een case met 2 koorden naar keuze voor zowel jou als voor je beste vriendin of zus of broer of moeder of tante of buurmeisje of whatever. Iemand in je omgeving die je lief vindt. Je mag alles kiezen wat je wil. Of je nou de biodegradable iPhone 12 case wil of iets anders. Ik heb zelf nu bijvoorbeeld deze met onze nieuwe Goldie, de korte gouden chain, geïnspireerd op die gouden schakelketting die ik altijd draag, die ik van Jordi heb gekregen. Je kunt deze zelfs ook als armband dragen, dan klik je hem gewoon helemaal rondom je arm. En ik draag hem ook met het lange zwarte koord en die is van 100% gerecycled nylon gemaakt, onze eerste duurzame product. Die hebben we ook in het beige bijvoorbeeld en alles klik je er dus af en aan, dus als je even geen
koorts aan je hoesje wil, dan kunnen die er ook al gewoon af. In tegenstelling tot wat je bij veel andere merken ziet. Wederom, het enige wat je hoeft te doen is mij te volgen op YouTube en op Instagram. En even een commentje achter te laten. Dat mag hier, dat mag op mijn Instagram. Ik zal daar ook even een post doen, zodat je daaronder ook iets kan commenten. Ja, dat is duidelijk. Happy winning! Dit is bijvoorbeeld hoe twee setjes eruit zouden kunnen zien. We hebben hier de dubbele parel, onze signature, de eerste waarmee ik begon. En echt wel favoriet. Ik vind dit korte hengsel dus ook heel handig om gewoon vast te hebben. En ook wel in zijn eentje te gebruiken. Is echt mijn favorite nog steeds wel. En dit is dus ons nieuwe gouden koord. En het 100% gerecycled nylon koord. Je kan ze natuurlijk ook gewoon lekker allebei zelf houden. En zo ziet dat er dan bijvoorbeeld uit. Heel random, maar de laatste tijd vind ik het dus weer nice om met een oogpotlood de binnenkant te tightlinen. En dan vooral aan de bovenkant. Dat al een beetje gedaan. En een beetje in het hoekje. En ik ben dus weer helemaal into de lipgloss. Dit is een roze van Comme des, waar ik echt dol op ben. Zo nice. En shiny. Ik vind het heel fris. En omdat ik ook zo van een glowy huid houd. Oh ja, highlighten. Versterkt dat het ofzo. Dit is er eentje die ik in New York kocht van Kevin Aquan, een make-up artist. En dit is echt bijna een soort... Voelt bijna als vaseline. Het is heel vettig. Maar geeft daardoor echt een waanzinnig mooie glow. Niet normaal. Volgens mij heet dit glass skin of skin glass. Als in glas, maar het lijkt ook wel op een gloss. Het is echt heel vettig, maar ik vind het super mooi. Geef meteen zo'n illusie van een perfect huidje. Glass Glow Face heet het. In de kleur Prism Rose. Oké. Lekker wasjes. Wasjes. Wat zit er allemaal in? Worstjes. Oh, ballen. Lekker. Oh, spruitjes. Yum. Oh, dit ziet er spannend uit. Of is het gewoon tomaat? Ja, het ziet er in ieder geval prachtig uit. Oh, wauw. Je doet een unboxing, wat leuk. Ja, we hebben hier een brood. Oh, zalm. Oh. Lekker. Ik denk dat we het handigst op gerecht kunnen leggen eventjes. Oh ja, slim. Ja. Dit ben jij dan weer. Even proosten, even voor de schrik. Op ja! Gezellig! Joehoe! En Colles, hoe gaat het hier? Ja, goed. Herrie in de keuken. Ik maak grafla. Dat ik ook eten meeneem en jou het vervolgens helemaal laat maken. Ja, what is this life? Mine, God. Unfortunately. Want hebben we hier? Er is hier van alles aan de gang. Letterlijk aan de gang, de eerste gang. De eerste gang. Oeh, jam. Ja, dit is grafla met een mosterdcreme, een kruidenslaatje en wat roggebrood. Chefke! Bon appétit! Oh. En smaakt het? Heerlijk! Net een restaurant, hè? Ja. Vind je het lekkers? Ik vind vooral de combinatie van het vleesje met de rode kool en de, hoe heet het, Cranberries. Veenbessen. Heel kerstig en dat maakt me super gelukkig. Dat is goed om te horen. Lekker.